Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag speel ik terug kansrijk Global Offensive Operation Hydra. En bij mij is meestal wel een gewoonte, of hoe moet je dat zeggen, een traditie om bij elke operation één case open te doen. En daarom heb ik nu ook een Operation Hydra case en een Open Hydra case key. Krijgt hij waarschijnlijk troep uit? Ik ga waarschijnlijk een blauw of een paars wapen krijgen. Ik doe dit zodat jullie het niet moeten doen. Snap je? En ik heb trouwens bij deze video wel een broek aan. En als je het niet weet waar ik het over heb, kijk de video van gisteren of de Outlast-video. Kijk die gewoon. Nu, de hype. De hype is real om de case open te doen. Je ziet hier mijn mooie inventory met maar één oké wapen. Ik ben ready om mijn geld te verspillen. En als er iets goed in zit, dan doe ik deze ook open. Dus let's go. No. 18 cent. Oh my fucking god. Oké, jongens, ik ben heel dom geweest. Ik heb nog een case gekocht. Yeah, nog meer geld verspillen. Laten we er gewoon in gaan. Let's go. Wedden dat ik hetzelfde krijg? Wedden dat ik het fucking hetzelfde... Ah. Oh, ik had serieus selector verwacht. Oh, dat is... mooie voice crack daar. Dat ding is 89 cent. Ça va. Ik ken altijd 3 euro verlies, maar... 4 euro. Ik haal altijd zo'n slechte dingen uit cases dat ik al blijf met iets paars. Het is toch erg gestild met mij. Ik ga ze wel even vervangen, zodat ik er toch wel een gameplay mee heb. Oké, we zitten in de game. En ik zit in het team dat aan het verliezen is. Et voilà, het is 4-0. Welkom in deze video. dus hier hebben we de Woodsman. Ik heb hem nu in mijn hand. Dus dit is de skin. Ik vind hem eigenlijk niet zo super mooi. Maar oké, I'll have to deal with it. Kijk hè, ik join deze game. De eerste ronde dat we deze game joinen, gaan we winnen. Your arrogance blinds you. Avalassen. Assist. AK. Ah, camper, wat dacht je? Met alle niet-campers, maar niet met deze, you know? En voor degenen die zich afvragen van waarom het jij wil zo lang geen CSGO-video's upload en geen Outlast-video's. Ja, de Outlast-video's, dat komt aan mijn PC, het niet deed aan mijn CSGO. Ja, ik ben een beetje... Misschien moet ik wat kills halen met mijn nieuwe skin, de Woodsman. Oh, wauw. Niet geraakt. Good job, Wouter. Good job. Cases openen vind ik zo leuk. Het is gewoon jammer dat het wel geld kost. Want... Dat is echt gewoon expensive. En dat is echt jammer. Maar nee, hoe is jullie vakantie tot hiertoe? Hebben jullie iets leuks gedaan of zo? Want ik echt totaal niet. Ik ga volgende week wel naar Duitsland voor 5 dagen of 6 dagen. Ik weet het zoiets niet. Ik ga proberen video's op voorhand te maken. Waarschijnlijk gaat alleen een Half-Life van lukken. Maar we zullen zien, snatten. We zullen zien. Is er iets? Want dan schiet ik erop. Hè? Ja, dat is de bedoeling als je een enemy ziet. Maar oké. Oh. Oh, wajo. Echt jouw kut campers. Maar ik moet toch wel een kill met de Woodsman halen deze game. Oh. Oeps. Geen idee omdat ik een Famas koop, maar het is het idee wat telt. Wacht, volgens mij. Ah yes, rot op. AK. Nee. Allee, ja. Oh, oh, ninja, 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 ninja. Ja, ninja! Yes! Fucking nice. Ik zeg, die gast voelde me ook maar één keer te raken, want ik was super low. Maar dat is echt een mooie smoke dat die gast daar heeft gegooid. Ah, backraper, ja. Oeh, boy. Ik ga nu proberen een kill te maken met dit ding. Ja, wacht. Kijk, kijk, kijk. Zo. Ja, ik heb een kill gemaakt met de Woodsman. Wie weet gaan we dit potje nog winnen. Ik join daar gewoon en we beginnen ineens te winnen. Hoe zou dat komen?
Nu ga ik mijn AP skills laten zien. Ik heb mijn kill gemaakt met die Woodsman, dus ja, de Woodsman mag oprotten. No Woodsman, where hurt it in de DS video. Oh, de laatste ronde. Het mogen niet verliezen, jongens. Wacht, ik ook. Oh, wauw. Ik kan mijn revolver skills laten zien, maar ik was te snel met een 5-7 te kopen. Ah, volassen. Mijn ees niet erop schoot. Er zijn niet meer zoveel counters online, meer terrors. The fuck? Ik heb dat woord nog nooit gebruikt. Ja, ineens counter terrors, joh. Kijk, één sloeber gaat hier komen om die bom af te halen, hè. Maar die schoot scheef. Nee. Oh my god. Wat? Ik had die niet eens zien staan, joh. We zijn mooi verloren. Ik sta 7 op 7. Geurens confirmed. Volgende keer zal het echt een andere map zijn. Ik beloof het. Ik zal de skins nu eens laten zien die ik heb gekregen. Deze mooie Aloha. Maar ik zweer, dat is echt geen lelijke skin. Want het is gewoon puur dat blauw. En die had gewoon... Zijn kleur had die iets donkerder. Ziet er ook trouwens fek nu uit. En is minimaal versleten, nevermind. Maar ik ga dus met mijn USPS terug... Oh, ja. 833 kills. Hey! Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk van Operation Hydra? Dan was het een barruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Operation Hydra. Counter-Strike Low Offensive. En ik zeg ciao.